Nou, vooral positieve verwachtingen eigenlijk. Namelijk dat het vonnis van de krijgsraad gewezen tegen de verdachte, dat vonnis zal worden bevestigd. Mogelijk met aanvulling van de gronden. Dat is ten aanzien van het vonnis. En ten aanzien van het verzoek dat een bevel gegeven wordt, dus naast het vonnis, een bevel gegeven wordt tot gevangenneming. Ook daarover ben ik positief gestemd. Dus wat mij betreft zijn dat de vooruitzichten voor morgen. Morgen zijn de verdachten niet verplicht om aanwezig te zijn in de rechtszaal? Dat klopt. En wat brengt dat met zich mee bij zo'n uitspraak als verdachten niet aanwezig zijn, maar er komt, laten we praten in termen van eventuele veroordeling? Nou, dan moet gewoon het commune, het normale strafrecht in werking treden. Als een gevangenisstraf wordt uitgesproken, en zeker als ook daarnaast, naast het vonnis, een bevel gegeven wordt tot gevangenneming, ja, dan zal ogenblikkelijk het Openbaar Ministerie uitvoering daaraan geven. En dat verwacht ik ook. En is zo'n uitvoering moeilijk? Of zegt u van nee, de wet kijkt niet naar wie de verdachte is. De wet schrijft gewoon voor elke burger valt onder dezelfde wet. Ja, de wet schrijft in ieder geval iets voor. En heeft daarbij een normaal geval voor ogen. Maar dit is niet een normaal geval, maar een abnormaal geval. Dus er is altijd een discrepantie tussen de wet en de werkelijkheid. Maar in deze is het dus eigenlijk ter beoordeling van de algemene veiligheidsdiensten, maar meer in het bijzonder het Korps Politie, de Militaire Politie, het Nationaal Leger en de Directoraat Nationale Veiligheid, dat die diensten voor elk geval afzonderlijk bijzondere instructies krijgen. En ik neem aan dat die instructies in beginsel ook klaarstaan, uitgaande van een bepaald scenario of uitgaande van meerdere scenario's waarschijnlijk. U heeft gemerkt de afgelopen tijd, er worden dreigingsanalyses gemaakt. Eentje is uitgelekt, maar er worden bijna dagelijks nu veiligheidsanalyses gemaakt en aangepast en uitgewisseld. En de betreffende diensten die ik net genoemd heb, die hebben een structureel overleg met elkaar hierover. En ik ga er dus vanuit dat, los van het feit dat een deel van de binnenstad, we weten nog niet welk deel, voor het verkeer zal zijn gesloten en daardoor waarschijnlijk ook een aantal economische activiteiten stil zullen liggen, dus de DSB, de kantongerechten zijn gesloten, verwacht ik verder eigenlijk morgen niets bijzonders. Anders dan natuurlijk de ontlading die er zal komen na de uitspraak. Maar ontlading in emotionele zin bedoel ik dan. Hè? Ik verwacht niet dat er zich calamiteiten in fysieke zin zullen voordoen. Dat verwacht ik niet. In zo'n geval, houdt de rechter ook rekening met wat de achterban van meneer Boutersen denkt en bij de NDP? We hebben gezien, er is een massa op de been gekomen bij hun laatste massameeting. Nee, en dat zou ook niet juist zijn als de rechter dat zou doen. Degene die daarop voorbereid moeten zijn en met eventuele gevolgen rekening moeten houden, vandaar ook die dreigingsanalyse, dat zijn de uitvoerende autoriteiten, dat is de uitvoerende macht. De minister in beginsel en de president aan het hoofd van de uitvoerende macht. Die moeten ervoor zorgen dat er een situatie die eventueel uit de hand loopt, of dat de situatie niet uit de hand loopt. De rechters kunnen nooit zeggen, we veroordelen iemand niet omdat we bang zijn voor maatschappelijke onrust. Dan zou die rechter, wat mij betreft, een brevet van ongeschiktheid moeten krijgen. En deze vraag heb ik eerder gesteld aan de verdachte, meneer Boutersen zelf. Als hij zich neer gaat leggen, ongeacht wat het besluit is van de rechter, zullen de nabestaanden zich ook bij neerleggen, ongeacht het besluit van de rechter? Nou, dat hangt er vanaf. Als hij vrijgesproken wordt, denk ik niet dat de nabestaanden zich daarbij zullen neerleggen. Maar de nabestaanden zullen in ieder geval geen maatschappelijke onrust veroorzaken. Alsjeblieft niet. Maar de nabestaanden zullen, indien die uitspraak, indien er vrijspraak zou zijn, dan heel simpel zeggen, dan zullen de nabestaanden dat daar zeker niet bij laten. En ik kan u verzekeren dat er zowel nationaal als internationaal daar tegen rechtsmiddelen openstaan. En dat is de weg die we dan zullen volgen.